Welkom golfvrouw en leuk dat je kijkt naar ons kanaal. Alle golfbanen zijn dicht en we kunnen de komende periode dus niet golfen. We kunnen ook niet oefenen, alle lessen zijn afgezegd en we zijn een beetje aan huis gekluisterd. Maar niet getreurd, wij gaan voor jullie 4 hele leuke video's maken om te werken aan je stabiliteit, kracht en flexibiliteit. Collega's in het land zijn heel druk bezig met andere leuke video's om te kunnen trainen. In de woonkamer, in de tuin natuurlijk, chippen, putten, kan allemaal. En wij maken 4 hele toffe video's om na deze lastige periode sterker voor de dag te komen als we weer naar de golfbaan komen. Ga je met ons mee? Welkom en leuk dat je weer kijkt naar golfvrouw.nl. Vandaag de 9e video van de Stay at Home serie. Speciaal voor jullie in deze bijzondere tijd. Vandaag wil ik met jullie bespreken de buikspieren. En ik denk dat we allemaal wel een beetje eens zijn dat wij dat meestal niet zo heel leuk vinden om te trainen. Maar je core, je billen en je buikspieren zijn echt de allerbelangrijkste spieren tijdens je golfswing. Dus ik heb vandaag 2 oefeningen die we gaan combineren. En elke oefening mag je ongeveer zo'n 10 seconden doen. Nou, we beginnen bij de eerste. Je gaat lekker ontspannen op je rug liggen. Probeer wel een beetje je bekken te kantelen, zodat je niet dat gat hier onderin hebt. Dus je bekken te kantelen. En vanuit daar doe je je benen recht omhoog. Nou, dit is nog te doen, hè? Nou, ik voel nu al een beetje dat ik mijn buikspieren aanspan, maar dat erzijde. En wat we dan gaan doen, we gaan 10 seconden deze houding aanhouden. Nou, kunnen we best wel tellen. 9, 8, 7, 6. Zo, 10 seconden. Nou, als we dat hebben gedaan, gaan we naar de zijkant. Want dan gaan we de schuine buikspieren doen. Nou, wat je doet, je probeert eigenlijk een soort rechte lijn te maken met je bovenlichaam. En nu ga je met je arm op de grond 90 graden naar beneden, 90 graden naar voren toe. Nou, probeer echt je billen een beetje naar voren te drukken. Dus niet dat je in een hoekje ligt, maar je billen naar voren te drukken. En vanaf daar doe je natuurlijk je billen omhoog. Nou, probeer recht te blijven, je buikspieren aan te spannen en niet naar achteren weer met die billen, maar probeer ze recht te houden. Dit doe je ook weer 10 seconden. Nou, is wel te doen, toch? Nou, dat doe je natuurlijk ook aan de andere kant. En dan begin je, mag je even relaxen, een minuutje of 2. En dan begin je weer opnieuw deze, die aan de zijkant en de andere kant. En dan heb je 30 seconden weer een oefening gedaan voor je buikspieren. Nou, best wel pittig. Leuk om te doen. Blijf vooral fit natuurlijk nog deze periode, zodat we straks helemaal weer gezond en fit de baan op kunnen gaan. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog voor deze video. Like ons op Facebook, Instagram en bezoek regelmatig onze website. En heel graag tot de volgende keer.